Staan inmiddels gereed voor de aftrap. En de aftrap zal genomen worden door Tigo Scipio uit onder de 9-2. En daar dribbelt hij richting de goal van DCG. En de eerste bal is gelijk door de benen gespeeld. Dan speelt hij de lange verdediger van DCG opzij. Hij gaat 1-op-1 met de keeper en schiet hij hem geweldig binnen. Ja, dat doet hij toch goed, want hij is net in de 16 meter. En schiet van een meter of 15. Gewoon met z'n vreven de bal hard linksonder in de goal. Mooie goal van Tigo Scipio. En hij opent de score vandaag op het Willem Thomas Sportcomplex op het nieuwe kunstgrasveld. De bal die is vandaag gesponsord door Cor Kok, complexmanager Cor Kok. Hij loopt er inmiddels vers bij met een nieuw shirt. En de bal is gaan rollen voor de eerste officiële wedstrijd van het eerste op het nieuwe hoofdveld. Zo net officieel geopend, symbolisch met het doorknippen van het lintje. Beide ploegen hebben 0 punten, terwijl de bal daar diep wordt gespeeld. Oh, die komt gelijk aan de binnenkant. Ruimte in de 16 meter, hij legt hem terug. Oh, wat een ruimte. En wat een geweldige keeper. Actie van Mike Bransen. Die haalt daar de eerste mogelijkheid er geweldig uit met zijn voet. En inmiddels de bal weer aan de andere kant, waar Laszlo doorjaagt op de keeper Moot van de Moot. Maar Mike Bransen redt daar Hoog aan de Veen om niet al binnen 2 minuten op een achterstand te staan. Hier is de aanval en daar is veel ruimte aan de zijkant. Kijk, daar komt de bal er helemaal overheen. Oh, dit is een lastig moment voor Van de Veen nu. Want nu wordt het gevaarlijk. Bal in de 16. Er wordt teruggelegd. En daar uiteindelijk goed verdedigd. Maar wat een ruimte krijgt hij daar om op te komen. En dan moet Hoog van de Veen of eigenlijk Karel Knaap even de boel gerecht zetten. Om te zorgen dat iedereen weer in juiste positie komt te staan. Freddy Botteblom gaat hem inbrengen. Daar komt hij richting de tweede paal en daar is eigenlijk niemand bij. Brian Schimmel wacht slim af en kan weer de bal voorbrengen. Oh, helemaal vrij! Roy Thomas, hij schiet hem op de paal. Nu de bal helemaal over de breedte. En ja, dat zijn toch mooie ballen en ze komen ook perfect aan. Dat is kwaliteit. Oh, en dat was goed. Goede redding van Mike. Dan komt hij half op de 16. Oh, inglijden. Het mag. En Mike komt in balbezit. Weer even een hachelijk momentje. De vrijbal na de overtreding op Laszlo Duister. Nu Ruud Vos. De bal gaat door het centrum naar Laszlo Duister. Naar Tim van Nidderkingen. Kan hij een actie maken? Ja, dat kan. Hij gaat zijn verdediger voorbij. Haalt even terug. Voorzet. Bal op de 5 meter. En die kan weinig geraakt worden. Robbie Tolboom. Oh, wat een geweldig verdedigd daar. Eentje ervoor, eentje erachter. Tim van Nidderkingen op Laszlo Duister. Laszlo Duist legt hem terug op Mark Geitenbeek. Die kan natuurlijk schieten. Mark draait, kapt mooi weg. Legt dan even goed klaar. Roy Thomassen. Oh, wordt dan neergehaald en de penalty van Hoog van de Veen. Ja, dit was een duidelijke overtreding. Dit was een duidelijke overtreding. Alleen Jos. En dat is in principe een... Het mag een gele kaart zijn, omdat er ook een veelbelovende scoringskans werd ontnomen. Maar... En daar staat Roy Thomassen klaar voor de penalty boven van de Veen. Zo vlak voor rust. Dat zou een uitstekend moment zijn. Roy Thomassen gaat die Hoog van de Veen op een 1-0 voorsprong brengen. Roy Thomassen, het duurt even. Het duurt nog even. Scheidsrechter Rijngoud fluit daar voor de strafschop. Roy Thomassen. Roy Thomassen en Aris links onder in het hoekje. Het is Hoog van de Veen die op 1-0 komt. En... dat is prettig, zo vlak voor rust. Roy Thomassen eiste de penalty op en schiet hem uitstekend binnen. 1-0 voor Hoog van de Veen. En daar is het rustsignaal. Hoog van de Veen leidt met 1-0 door een penalty
gegeven door scheidsrechter Rijngoud. Daar zitten we dan klaar voor de tweede helft. Hoogenderveen DCG. Hoogenderveen leidt met 1-0. Door penalty van Roy Thomassen. En het is de vraag of ze de tweede helft de lijn kunnen doorzetten. Want een overwinning is natuurlijk belangrijk om van die nulpunten af te komen. Daar trapt Danny de Graaf de bal richting Mark. En zijn we begonnen met de tweede helft. Brian Schimmel met de cornerbal. Brengt hem in richting de tweede paal. Op het hoofd van Hoogenderveen, maar uiteindelijk ook bij de voet van DCG. En DCG nu in de omschakeling. Goed mee verdedigd door Roy Thomas, sterk. Daar bal op Laszlo Duister, op Danny de Graaf. Nu weten ze elkaar goed te vinden. Goeie actie, mooie sleepbeweging van Danny de Graaf. Daar gaat de bal richting de 16 meter op de hoofd van Mark Heemert Geitenbeek. En dat is een 2-0 voor Hoogenderveen. Ja, dit is heel mooi uitgespeeld. Danny de Graaf aan de linkerkant. Geweldige actie daar. Sleept de bal mee en brengt hem op het hoofd van Mark Geitenbeek. En die kopt hem uitstekend in de rechteronderhoek. Prima doelpunt van Hoogenderveen en ze leiden met 2-0. Nou, de vrijtrap is op 17 meter van de goal van Mike Brands aan de rechterkant. De muur staat vol, inclusief spelers van DCG. Dat is altijd wat duwen en trekken, maar de scheidsrechter staat er bovenop. Het is wachten op het fluitsignaal, dan kan die vrijtrap genomen worden. Daar is de aanloop, de vrije bal gaat laag. En Mike uitstekend gepakt, lekker klemvast. Goed gedaan. Mikey Brandsen kiept een uitstekende wedstrijd. Daar is de wissel bij DCG, de eerste wissel van de wedstrijd. Lofty Matmar komt erin. Freddy met ingooi richting Danny de Graaf. Roy Thomas wordt verdedigd. Oh, loopt Ryan Verdier met Roy Thomas onderuit. Oh, en daar komt Mikey uit. Oh, dat gaat naast de goal. Het is geen penalty. En geweldig gered door Mike Brandsen. Maar ik denk dat hij verzorging nodig is. Lijkt een blessure aan beide kanten. En zo was er weer een hachelijk moment voor de goal van Hoogenderveen. Daar komt Chester Stewart erin. Hoogenderveen gaat wisselen. Roy Thomas gaat het veld verlaten. En de bulk Oscar Cardoza komt het veld in. Dat is een verdedigende wissel bij Hoogenderveen. Alles gericht om de 2-0 over de streep te trekken. Daar verlaat Mike Brands het veld. Geblesseerd. Duidelijk te zien, misschien toch zijn enkel. Hij heeft goed gekiept. Vandaag heeft Hoogenderveen echt op het been gehouden. En hij moet op de middenlijn eraf waar Rob van de Grote Veen zijn rol gaat innemen. Daar gaat Rob van de Grote Veen onder druk van de scheidsrechter snel richting zijn goal. Ryan Verdiemen met de lange bal. Prima bal op Rian Schimmel. Helaas weer ingeleverd en daar kan DCG nu gaan. DCG, Freddy Bottenblom uitstekend verdedigd en daar kan gelijk een mogelijkheid ontstaan. Laszlo Duister geeft hem op Danny de Graaf. Komt hij aan? Hij komt aan. Danny de Graaf voor 3-0. Danny de Graaf! 3-0 Hoogenderveen. En dat is de beslissing. Ja, geweldig gespeeld. Het is 3-0. En dit is de beslissing voor Hoogenderveen. Goed gegeven, Laszlo Duister. Hij wacht even. Gaf het stiftje. En Danny de Graaf doet dat uitstekend. Als een spits beaamt hij deze goal. Geweldig.
Deze reed verder met initiatief, maar regelmatig komt het balletje dan toch via voet van Hoog van de Veen bij een geel-blauw en dat lijkt een penalty te worden. Ja, dit was een penalty. Niet al te slimme actie van Ryan van Diermen, maar de spits maakt goed gebruik van het lichaam van Ryan van Diermen en valt daar overheen of wordt gehaakt. Het is in ieder geval penalty voor DCG en ze kunnen zo terugkomen in de wedstrijd. Het is wachten op het fluitje van scheidsrechter Rijngoud voor de strafschop van DCG. Daar was het fluitsignaal. DCG, de strafschop. En wordt voortreffelijk ingeschoten. Het is 3-1. En DCG komen we terug in de wedstrijd. Daar de derde en laatste wissel van DCG. Laviano Daniel komt erin. En vervangt Argument Satar. Zou komen daar bal op Robbie van de Grote Veen. En 1-1 met Laszlo Duister. Hij gaat hem ook geven. Daar gaat Laszlo Duister. Uitstekende trap van Robbie. Laszlo Duister in duel met de verdediger die een tikje geeft. Laszlo Duister. Ah, dat kan die. Oh, bijna zelf. Hij maakt hem daar bijna zelf. Na wat duwen en trekken. En daar zal ook gelijk de wissel op plaatsvinden. Robbie Tolboom is het veld verlaten. Lijkt toch wel aardig aangeslagen te zijn na die actie. En Freek Thomas gaat het veld inkomen. Na een aantal weken waarin hij last had gehad van een blessure, komt hij daar weer binnen de lijnen voor Hoog van de Veen. En hij maakt ook zijn debuut zo in de tweede klas in de competitie bij Hoog van de Veen. De aanvoerder van afgelopen jaar. De bal wordt voorgebracht op het hoofd van Ruud Vos. Weer terug in de 16. Weer Ruud Vos voor de tweede maal goed. En dan Rijn verdient me goed op het hoofd. En zo wordt de bal steeds weggewerkt. Maar blijft er gevaar voor DCG. En dat was een prima schot. En die bal die belandt op de paal. DCG probeert het nog steeds voetballend op te lossen. De coach wil graag dat de ballen de 16 meter ingaan. Daar wordt er geschoten. Oh, Rob van de Grote Veen. Heeft daar heel veel pech. Want hij gaat dwars door zijn handen heen. En zo is hij niet gelukkig met zijn invalbeurt. En betekent het dat in de laatste minuten Hoog van de Veen nog moeilijk gaat krijgen. Misschien wel tegen 10 man van DCG. Elkaar ook naap zet zijn manschap nog even op scherp. Dit zijn echt de laatste secondes die nu zullen moeten wegtikken. En het is hopen dat de eerste 3 punten hier op het Willem Thomissen Sportcomplex kunnen blijven. Duel, toch de 16 meter in. Rob van de Grote Veen, daar heeft hij hem. Prima, prima. En daar is het eindsignaal en de 3 punten voor Hoog van de Veen. Poeh, het nog even spannend zo in de laatste minuten van de wedstrijd. Maar de eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen. Ze zijn moe gestreden en hebben hard gewerkt. Uitstekend gedaan door de Venus.